Eerlijk? Nee. Ik vind die knuffelbeer wel net zo. Het is ook een knuffelbeer van mij. Ja, dat is eigenlijk al. En de koffer van mijn moeder. Maar dat hoort allemaal bij een voorstel. Een beetje bekendmaken. Ja, nee, maar als je het zo uitlegt, lijkt het net of ze om een hoekje heen. Ja. Dan weten mensen ook, hoeven ze niet te zoeken, hè? Oh, gaaf zeg. Wie is die dan? Top. Waarom heb je daarvoor gekozen? Waarom heb je voor het thema divas gekozen? Kennen jullie die? Dat vond ik een interessant thema. En een beetje uitgewerkt, uitgezocht. Oké. Okay. En toen ben ik tot dit resultaat gekomen. Oké, okay, dankjewel. Mooi. Zo. Dus knalt ook wel, hè? Zo, deze knalt echt wel. Ja, voor de leeuwen. Ja. En we zijn hier bij Odeon, hè? De foto-expositie. Kan je vertellen wie jij bent en waarom het hier zo mooi hangt? Nou, ik ben Tirsje Liefting. En ik heb deze foto samen met Dagmar gemaakt. Maar die kon er helaas niet bij zijn op het moment. We hebben hiervoor gekozen deze foto van het letterlijke en figuurlijke voor de leeuwen. Dus gaan we hebben staan voor... Het figuurlijke, van dat je voor de leeuw wordt gegooid, is een beetje dieper gegooid. Daar heeft het vele licht mee te maken. En de kras op de rug, dat is dan van het letterlijke, zeg maar, dat je door de leeuw gekrast bent, zeg maar, op de rug. Oké. En dit doe je bij Landsteden? Ja, bij fotografie doen wij. Hartstikke mooi. En hier mogen mensen gewoon van genieten? Ja, nou, dat is de bedoeling. Daar doen we het voor. Dat is toch wel gaaf? Ja, ja. Dan gaan ze, hier gaan ze zeker van genieten, weet ik zeker. Dankjewel. Ja, ik denk dat ze verhalen bedenken en zo. Maar gewoon, op een gegeven moment zeggen, pak elkaar aan. We zijn het allemaal met de groep bij zo zeer tevreden over. Heb jij gemaakt? Ja, ik heb. En wie ben je? Wat heb je gedaan? En waarom hangt dat moois hier? Nou, ik ben Aniek. Ik ben een fotograaf. En we hebben samen met ons groepje het idee bedacht. En ik heb de foto gemaakt. En waarom dit idee dan? Het is een foto waarvan je blijft denken van wat zou het zijn. Het is niet een... De president heet het, hè? Ja, de president. En als je naar deze foto kijkt, denk je niet meteen aan de president. Je blijft erbij kijken en dat was onze bedoeling eigenlijk ook. Ja. Dus de vrije geest blijft de kans krijgen. Ja. Oké. En wie bent u? Gijsje van Honk, directeur van Odeon en De Spiegel. Heel erg blij met deze expositie van de studenten. Welke studenten zijn het dan? Van Landsteden. Oké. Fotografie, die met ontzettend veel elan, maar hebben ze vorig jaar ook al gedaan, deze expositie in elkaar hebben gezet. En ik was meteen getriggerd door deze foto. Ik werd er bijna naartoe gezogen. Dus vandaar dat ik hier nu even met mijn neus voor de president sta. Ja. En hoe kunnen mensen hiervan komen genieten van deze foto's? Misschien is het op deze... Gewoon lekker Odeon binnenlopen. Ja. En komen ook naar de voorstellingen, want alle foto's zijn gekoppeld aan een voorstelling. Of ik moet het anders zeggen, de studenten hebben zich ingeleefd in de voorstelling die ze nog niet hebben gezien. En hebben er een eigen beeld bij gemaakt en hebben dat beeld vormgegeven in hun creatie, zeg maar. Geeft hem weer wat zij denken dat die voorstelling zal uitstralen. En het leuke is straks natuurlijk om te komen kijken of dat ook echt benadert. Nou, maar het hoeft het helemaal niet te benaderen, want het is hun wereld. Nou, mensen zijn wel gek als ze niet komen kijken. Precies. Het is hartstikke gek als ze niet komen kijken, want het is geweldig. Nou, dan gaan we ze proberen op te roepen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Stefan, hè? Jij bent docent, hè? Van deze studenten, hè? Ben je een beetje tevreden?
trots. Ja. En waarom ben je zo trots? Omdat het gelukt is zichzelf te overstijgen. Dat we toch een stap verder gekomen zijn in fotografische ontwikkeling. Daar ben ik wel blij. Ja. Nou, de resultaten liegen er niet om. Gefeliciteerd. Ja.